oud, hè? We hebben weer eens wat ouds meegenomen. En ja, om uit te leggen wat het is, ga ik je eerst even een klein verhaaltje vertellen over meneer Henry Chaperon. Henry Chaperon is een carrosseriebouwer. En die begon, zeg maar, midden vorige eeuw met auto's bouwen op basis van oude Delahays en Delages en Talbots. En allemaal oud Frans spul. Maar op een gegeven moment raakte die auto's een beetje op, zo net na de oorlog. En toen moest hij wat anders. En toen is hij overgestapt naar de Citroën DS. En ja, een creatie waar je die Henry Chaperon van kent, dat is de DS Cabrio. En daar bouwde hij best wel veel van. En dat is nu ook een heel gewilde auto. Maar Henry Chaperon bouwde niet alleen de DS Cabrio. Hij bouwde ook wat andere aparte dingen. Een coupé bijvoorbeeld, op basis van de DS. En de auto waar we nu mee op weg zijn. Dit is de Citroën DS19 Henry Chaperon Majesty. Is toch mooi? Ik ben blij dat ze dat niet helemaal hoeven uit te typen op de achterkant, want dat was wat geworden. Ja, en dit ding is gewoon echt helemaal op maat gemaakt. En dat merk je aan een aantal dingen. Bijvoorbeeld aan het feit dat ik met mijn knieën strak tegen het dashboard aan zit. Dat ik met mijn hoofd net niet het dak raak nu, maar dat komt doordat ik net heel iets onderuit zit. Want als ik gewoon rechtop zou zitten, dan raak ik het dak wel. En als ik mijn zonneklep doe, dan zie ik gewoon helemaal niks meer. Ja, en dat heeft er dus mee te maken dat die meneer die deze auto bestelde, dus dacht van ja, ik vind alles leuk en aardig, maar ik ga hier heel veel geld voor betalen. Dus dan wil ik wel optimale luxe. Dus hij heeft gewoon de achterdeuren heeft hij groter laten maken. De voorportieren zijn ingekort. Vervolgens is er een privacyruit hier in het midden gezet. Dus de voorbank is niet meer te verschuiven. Dus nou ja, ik zit helemaal zelf vast tegen het dashboard aan. Maar ja, wat doet die beenruimte ertoe? Kijk, heel simpel. Dit soort auto's worden niet meer verhandeld om dagelijks mee te gaan rijden. Als je er dagelijks mee wil gaan rijden, dan bestel je gewoon een chauffeur met hele korte benen. En dan ga je zelf achterin zitten. Even wat cijfertjes. Er zit een 1.9 viercilinder in deze auto. Aan een handgeschakelde vierbak ook. Met zo'n mooie chrome pook. Dat vind ik echt, dat vind ik dan wel weer gaaf. Zijn nou toch de bocht door. Even terugschakelen. Hey. Mooi man. Klonk. Dat blokje heeft 83 pk'tjes en ook een reden was destijds om deze auto te kopen, denk ik. He, als je staatshoofd was in Frankrijk of wat dan ook, want aan dat soort mensen werd die auto geleverd. Zelfs Jacques Chirac heeft nog in deze auto gereden. Ik zal het sommige mensen vergeven als ze niet weten wie dat is, maar dat was een Franse president een tijdje geleden. Ja, die werden ook in dit soort auto's gereden en ja, dat is die hydropneumatische vering die eronder zit. Dat is zo comfortabel. Het heeft ook een nadeel, want je helpt heel erg over in de bochten als je iets te hard inrijdt. Maar ja, het is gewoon, comfort is ongekend. Je drempels merk je niks van. Middelgrote volwassenen ook niet. De Alpen, recht eroverheen, voel je niet eens. Echt bizar wat dat onderstel aan oneffenheden en hobbeltjes en heuveltjes en drempels en bergen gewoon opzuigt. Bestaat niet meer. Ja, en als je zo'n auto wil hebben, nou ja, succes met zoeken, hè? Want ja, zoals ik al zei, er zijn er 5, 6, 27 gebouwd. Dus het is niet zo dat je er nou heel veel op marktplaats zult tegenkomen. Dit exemplaar staat te koop in het noorden van het land bij Gina Classics. Ja, en als je interesse hebt, ga ervan uit dat je in ieder geval minstens een tonnetje of 2,5 of 3 mee moet nemen. Dat zijn dit soort auto's tegenwoordig gewoon waard. En ja, als ik heel eerlijk ben, begrijp dat ook wel. Want echt serieus, ik rijd zelf een Franse auto uit 2001. Ja, nou die rammelt, piept en kraakt aan alle kanten. En dit voelt gewoon aan alsof het gisteren uit de fabriek is komen rollen. Is gerestaureerd ook een paar jaar terug, volledig. Dus het is ook niet heel raar dat die zo nieuw en gaaf aanvoelt. Ja, het is gewoon echt heel fraai dit. Heel fraai. Ik denk dat de liefhebber die 2,5 ton, even vooruit gaan dat die in zijn portemonnee heeft zitten of 3 ton, gewoon makkelijk aftikt. Heel gaaf.